Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze maand staat natuurlijk in het teken van feestdagen, gezelligheid en voor de meesten ook nog eens een heleboel cadeautjes. Het thema voor deze maand is dan ook uiteraard gekoppeld aan de feestdagen. Ik heb helaas wel slecht nieuws voor degenen die graag naar de Bullet Journal video's kijken. Een paar maanden geleden heb ik nagedacht over waar ik met mijn kanaal naartoe wil. Ik was niet helemaal tevreden met de video's die ik op dit moment maak en dan met name de Bullet Journal video's op de zondag. Ik ben daarom helaas tot de keuze gekomen om te gaan stoppen met deze video's vanaf januari. Dus deze maand ga ik nog door, maar ik dacht nieuw jaar, nieuwe kansen. Er blijven uiteraard nog wel video's op de zondag komen, maar dan dus met andere content. Voor nu ga ik in ieder geval nog even lekker aan de slag in mijn Bullet Journal. Zoals je kan zien ben ik op de voorpagina druk bezig met het tekenen van een huisje en ga ik zometeen in sneltreinvaart nog even alles inkleuren. Op de rechterpagina schrijf ik altijd de YouTube-statistieken van de maand. Nu ik met het Bullet Journal ga stoppen, moet ik uiteraard nog even bedenken hoe ik dit in het vervolg ga noteren vanaf januari en of ik hier nog überhaupt mee doorga. Dus als iemand hier ideeën voor heeft, laat het vooral even achter in de reacties. Voor de eerste week deze maand heb ik gekozen voor een overzichtelijke, maar feestelijke layout. Ik heb als eerst 3 balkjes per pagina getekend, waarin ik de dagen van de week zal noteren. Deze eerste week start met 6 dagen in mijn Bullet Journal, gezien de maandag de laatste dag van november was. Naast de balkjes heb ik aan beide kanten een streep getekend. Naast de streep teken ik verschillende winterachtige dingen, zoals een sneeuwbol, cadeautjes, een kerstboom. Alles wat natuurlijk met de maand december te maken heeft.